north to the flying fortress B-17. Uitgerust met 4 right air 1820 motoren. 9 cilinder aan die alle motoren van elk 1200 pk. Het is het enige toestel dat hier in Europa nog vliegwaardig is. Dit is dus de Sally B. Het toestel dat we vandaag zien is gebouwd in Burbank in Californië. Dus komt terug, gebouwd in Californië, maar heeft dan niet meer kunnen dienen tijdens de oorlog, want net voor hij overgevlogen werd naar het front, was de oorlog al in ten einde verklaard. Ellie was zodanig begeest door het toestel en ook door het feit dat haar man nou van het vliegtuig zoveel tijd en effort ingestoken heeft om dit toestel nog altijd levend te houden. Zij is eigenlijk de begeesteraar, de dame achter het bestaan van deze B-17G Flying Fortress Sahibi. 65 jaar geleden gebouwd, is 35 jaar gestationeerd in Duxford en maakt ondertussen 30 jaar deel uit van de, met een fabriek ondertussen 30 jaar met de naam Sally B. Het vraagt natuurlijk weinig uitleg om zo'n toestel vliegen te houden, vraagt weer enorm veel inspanningen, vooral financieel. En dat is natuurlijk een site, het is natuurlijk de www.sallyb100, het orde van de maar liefst 79.000 aviators, dus vliegeniers, crewmembers natuurlijk. Maar dat zijn dus niet alleen de vliegers, de piloten, maar ook de gunners, degene die zijn taak heeft in het toestel. Dus die 79.000 Amerikaanse soldaten die het leven gelaten hebben tijdens de Tweede Wereldoorlog. Vandaar de reden dat dit toestel nog altijd in de originele kleuren ligt van Wereldoorlog 2. En he stepped in with the largest donation that the B-17 Charitable Trust has ever received. Van een zending, denk wel zeer zwaar beschadigd dan wel. Ze krabbelden bijna aan de huis, kwamen de vliegtuigen eruit en we gaan horen nu een lifetime recording die in 1944 werd opgenomen tijdens terugkeer van de zending in 1944. The dove into the clouds and the fighters left us for the first time. But the flight that came up at us was so intense, they decided to hit the deck. We dove downwards and leveled off about 50 feet over the ground.